Zuiden. Hier die alle Brüder sein. Lasst auch nicht gegeneinander aufrichten, wann denkt man stirbt für das Vaterland. Man stirbt für die Industrie. Waar haal je dat vandaan? Herinner je toen we in Hamburg waren? Het lied van de dokwerkers. Waar gaat het over? Over de vrede. En ze zegt dat de Duitse arbeiders nooit tegen andere arbeiders zullen oprukken. Des te beter. Kom eens kijken. Wat? Wat doe je daar, schatje? Je bent toch niet bang van ons, zeker? Hé! Hey, kom terug! Hé! Hey, je bent wat vergeten! Wat heeft dat kleine ding toch? Maak je geen zorgen hoor, ze komt wel terug. Kleintje dat van huis is weggelopen. Reden ze meer om haar met rust te laten? Ik weet niet. Zo zielig alleen op de weg. Je hebt helemaal geen verstand van kinderen. Neem me niet kwalijk, meneer de onderwijzer. Vertraag een beetje. Wat heb ik je gezegd? Ho, 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 ho. Moet je nog ver, jonge dame? Je ziet er moe uit, mijn duifje. Waar ga je zo naartoe? Ik weet niet. Nou, dat treft. Wij ook niet. Goed, dan gaan we samen. Ja. Kom hier met je zak. Waar naartoe? We weten niet eens waar je vandaan komt. Trouwens, we willen het helemaal niet weten. Ik ben Pierre, hij is Paul. Hoe heet jij? Wij zullen ze vast wat vertellen. Luister maar. Ja, ja. Heb je honger? Oh ja. Ah. Ja, ja. Hey, hey, hey. Hup. Kijk eens aan. Weet je moeder waar je bent? Ze is dood. Vader. Ook. Daar zijn jullie eindelijk.
Maar wat is er gebeurd? Waarom is Charlie meegekomen? Ach, jammer, jongen. Ach, de plicht, mijn beste. De plicht. Jammer, dat was vandaag. Wat wil je? Die dwaze oorlogsberichten van de laatste dagen lokken vergadering na vergadering uit. Er is paniek. De staf heeft Charles vandaag dingen verzocht te komen. Hmm. Uiteindelijk is een kapitein ook maar een soldaat. Maar wees gerust, de kolonel zal het spoedig laten gaan. Trouwens, ik zie onze lieve Louise ook nog nergens. Ja, maar ze komt. Ze maakt ze mooi. Mooi is altijd. Schatje, wat een stijl heb je. Alsjeblieft, juffrouw, het is niet fatsoenlijk. Uw verloofde gaat dadelijk komen en u zal niet klaar zijn op tijd. Tijd? Er is tijd genoeg. En ik wil weten hoe ik er straks uit zal zien. Alsjeblieft, juffrouw. Maak u nu gereed. Vind je het een mooie jurk? Oh ja, natuurlijk. Als je trouwt, zal ik er zo een voor je laten maken. Het is veel te mooi voor mij. Niets is te mooi voor de liefde. Hou je van Julia? Oh ja, natuurlijk. Waarom? Waarom? Zomaar. We hebben elkaar eens ontmoet, zomaar. En het was zo ver zonder met elkaar te hebben gesproken. Ah, dat is het dus. Liefde. Mijn verloofde heeft me wel gesproken. Over alles. Onze toekomst, onze kinderen, onze reizen. Eigenlijk over niets. Jij en Julia? Kussen jullie elkaar? Oh ja, natuurlijk. Anders zou het niet de moeite lonen van elkaar te houden. Ja, ja, natuurlijk. Zo. Dit is wat ik zoek. Het is precies de rouwkleed. Dan past het bij mijn stemming. Dit kostuum staat je werkelijk leuk. Voor een verloving uiterst origineel. Ik hou niet van banaliteiten, Louisa. Vandaag heb ik toch terecht Louisa te noemen. Niet? En jij, mijn Charles. Daar zal ik moeilijk aan wennen. Waarom? Bevalt het niet, Charles? Wat doet de naam ertoe? Je houdt niet van me, is het niet? Dat is van geen belang. Onze ouders hebben ons verloofd, wij moeten trouwen. Vroeger werden de huwelijken zo gesloten. En was er niet minder gelukkig om. Laten we het hopen. Je bent heel mooi, Louisa. Ik zal genoeg liefde hebben voor twee. Je hand gloeit. Ik denk vooral dat je me begeert. Oh ja, natuurlijk. Altijd. Als ik een verkoopertje was in een schoenenwinkel, zou je dan ook met me trouwen? Antwoord niet. Ik wil je geen leugen opleggen. Ten slotte ben je straks thuis. Vader schenkt ons het paviljoen. Het staat nog leeg, maar stel je gerust. Het wordt met alle moderne comfort voorzien. Laten we naar de paarden gaan. Ah, Gladiator. Zie je niet dat het paard dorst heeft? Ga drinken halen. Vooruit. Damas. Een volbloed hengst. Laat zich alleen door mij bereiden. Als jij hem kan temmen, kan ik het ook. Probeer het. De stalknecht heeft zijn ribben bijgebroken. Damas kiest zijn meester. Hij maakt me niet bang.
Natuurlijk niet. Zo'n dapper soldaat. Lovisa, waar ben je? Lovisa, berg je niet langer. Ballon hier doen? Ach, dat was zo'n ideetje van me. Ik dacht, daar gaan de gasten meer plezier aan beleven dan aan een of andere operazangeres. Vind je dit origineel? Ik hou niet bijzonder van originaliteit. Kijk! Eens kijk! Een ballon! Bravo! Zo hoog door de lucht te voeren. Arm kleintje. Wat zou het zich bezeren als het viel? Je hoeft niks te vrezen, mevrouw. Als we vallen, dan vallen we altijd heel zachtjes. Op onze bips. Daar hebben we hem voor. Dag meneer, u ziet, we zijn op tijd op onze plek van rendezvous. De wind heeft ons een beetje geholpen. Is mijn vriend al aangekomen? Nee, en langs de wegen gaat het natuurlijk veel minder snel. Hoe heet je ook alweer? Pierre Valmont. Dan is het wel goed dat ik je Pierre noem, hè? Ja, natuurlijk. Beste vrienden, wij zijn hier bijeen voor een feest dat naar ik hoop nog eens aanleiding zal geven tot een doopplechtigheid. Maar nu bieden wij u een doop aan van een heel ander genre. Pierre is hier om hen die dat wensen te vergasten op een luchtdoop. Jij bent nog te klein. Nou, wie van u?
geen liefhebbers. Nee. Maar ik dacht dat er toch tenminste een paar kandidaten zouden zijn. Ja. Misschien kan jij mijn gasten warm krijgen. Jij moet je zaak aan de man brengen. Nou, wel, wel, wel. Het is niet gevaarlijk, hoor. Nee. Het is een unieke belevenis, mensen. Meegenomen te worden door de wind. Je gaat hoog, hoog als een vogel. En wat je ziet, dat tart alle beschrijving. Alles is heel klein. Huizen, de mensen. Alles wat beweegt, het gaat heel traag. Een paard dat rent. Kinderen die spelen. Mensen die haast hebben. Het is een ballet. Maar we kunnen niet vertrekken voordat de kamer het gast er is. Je hebt intussen wel een verfrissing verdiend. En dat kleintje lust vast wel een taartje. Zullen wij ook wat gaan drinken? En jij, Charles? Heb jij geen lust om een luchttochtje te maken als een ware vliegkampioen? In dat oude kring? Ik dank u. Oud kring, mijn ballon. Oud kring? Het is uw broodwinning. Het is een gemakkelijke manier om je brood te verdienen. Maar ook minder aangename. Dames en heren, luistert u even allemaal aan u ook, juffertjes. Juffertjes. En koptekertjes. Het rot van avontuur gaat draaien en u kunt een vliegreis winnen naar de zevende hemel. Voor 5 francs, 4 francs, 3 francs, 2 francs. Heel dom vandaag gaat alles voor niks, nietwaar, meneer Deschamps? Ja, kom. Stijg met mij naar de zevende hemel. Wat is die aardig. Daarboven, mensen. Vulgair, wil je zeggen. Daarboven, weet je wat dat is? Je vader zou me drinken moeten beletten. Wie daarboven is geweest, die weet meer. Mevrouw? Ja, eens schinder wil je niet meer terug. Ik heet Isabel. Men heeft mij taartjes beloofd, maar ik heb nog geen gekregen. Mijn schatje, daar staan ze, pak maar. Maken we ons druk om een ruzietje. Je hebt een leuke papa. Hartstochten die als wolken boven je hoofd samenpakken. Maar hij is mijn papa niet. Kom dan. Ik heb geen papa. Schuitje, en je wilt er nooit meer uit. Proost, allemaal! Ach, vrienden. Neem me niet kwalijk dat ik een beetje raaskal. Maar je moet er in het leven wel eens kunnen uitvliegen. Kun je op 2 manieren doen. Of je vliegt met mij hoog in de lucht. Of je drinkje zat. Op jullie gezondheid. Het verwondert me dat een fijngevoelig man als Deschamps ons het gezelschap opdringt van iemand die zo laag bij de grond is. Laag bij de grond? Kom in mijn schuitje. Dan kun je zien hoe hoog mijn zoldering reikt. Ik verzoek je, vriendje. We zijn hier niet op de kermis. En dat spijt je, hè? Lijkt mij wel, ja. Mensen gaan naar de kermis om zich te amuseren. Het lijkt me dat jullie bij elkaar zijn gekomen om elkaar een beetje aan te gapen. Hij is brutaal. Hij is onbeleefd. Hij beledigt ons. Hij is een anarchist. Wat wil je? Uit de hoogte kan meneer Pierre het verschil tussen mensen niet onderscheiden. En ook niet tussen grenzen. En een internationalist op de koop toe. Het is een primair. Precies wat je zegt. Laat hij zijn mond houden. Vrienden, vrienden, alsjeblieft. Laten wij van dit feest geen volksopstootje maken. Ik wil u amuseren. Maar laten we ze uitsturen. De vrede is daar. Geef haar de vrijheid. We gaan het ballonnetje opblazen. Nee, nee, laat dat nou. Laat dat, jongen. Kom. Kom. Nee. Niet doen. Niet doen. Niet doen. Thank you.
Ja, mijn jongen, mijn broer, ben je gewond? Heb je pijn? Kom, sturmen, schat. Schofte. Schofte! Onze ballon. Kijk. Kwijt. Maar Pierre, jij bent dronken. Hè? Het is zijn schuld. Ja, maar het was ook een beetje mijn schuld. Ik was ook een beetje fout. Het spijt me. Ja, dat mag wel. We zijn onze broodwinning kwijt. Dat zal ik u ruimschoots vergoeden. Maakt u zich geen zorgen. U zult een nieuwe ballon kunnen kopen. Dat regelen we morgen. Morgen ben ik al lang weg. Ik heb een buik vol van die bendeschoenjes hier. Kijk, dat is een lachen. Schoon. U ziet het zelf. Uw vriend is gewoon niet in staat vanavond te vertrekken. Breng u de nacht hier door. Wees nou redelijk. Laat het verlovingsfeest van mijn dochter niet nog meer in de war. Schoppen. Morgen heb ik tijd voor u. Komt, vrienden, laat ons naar binnen gaan. Armand. Installeer de heren en het kind in het paviljoen. Maar er staat niets. Zet er dan iets. Kom, vrienden, kom. Louisa. Ga je vlug omkleden. Roep Paulette. Nee, laat maar. Ik ben zo terug. Ik ben het. Paulette. Mag ik binnen? Voelt u zich niet wel, juffrouw? Het is niet. Help me kleed. Vastmaken. Je vader zal tevreden zijn. Je ziet er beeldig uit. Is er iets, juffrouw? Ik ben nog nooit zo bang als vandaag geweest, Paulette. Heeft iemand hen al iets te eten gebracht?
Ik denk het niet. Weet je, Paulette? Het kleine meisje is gelukkiger dan ik. Paulette, wat? Nee, niet. Naar je gast in het paviljoen. Die ben je vergeten. Ja, maar dat moet jij toch niet doen? Louisa! Volg haar! Ze hebben jullie ballon vernietigd. Omdat ze bang voor jullie zijn. Uit domheid ook. En boosaardigheid. Ze hebben jullie vleugels gebroken. Maar juffrouw, je zult kou vatten. Geloof me, ik ben niet zoals zij. Ze doen me walg. Wacht hier op mij. En als bij wonder verscheen van achter de wolken de Poolster. De angst de richting kwijt te zijn, die diep in het hart van deze man huisde, was door die kleine vonkeling verzonken. Zoals de kleine sloep op de onmetelijke zee. En toen... Ze slaapt. Ik hoop dat het nog warm is. De storm zou gaan liggen. En dan zullen wij dit verlovingsfeest opnieuw beginnen. Morgen, als de zon weer schijnt. Ik kan niet langer meer bij ze blijven. Door jullie heb ik ingezien hoe ik verder wil leven. Vertrek bij dageraad. Ik zal er zijn. Nee, er woont niemand. Ze gaan naar de zot! Hey!
Het is bewoond. Verleden jaar was er niemand. Het is niet verpacht. Ze schijnen niet erg op bezoek gesteld. En ik Paul? Hallo? Is hier iemand? Oh, pas op. Paul, doe even een luik open. Ruikt hier muf, hè? Kijk eens naar die knopen. Hé. Hey. Zeekaarten van de hele wereld. Burma. Suriname. Ja, Java. Ja. Schotland. Hoor je de zee heren? Ik hoor niets. Hallo, die zonder. Wat doet u? Wat betekent dat allemaal? Geen braaf, meneer. Uitbegaan, allemaal. Nu is het genoeg, hè. We zijn niet doof. Weet u wel dat het mijn huis is? Ik ben niet thuis. Zeg ons eens om te beginnen hoe je heet, hè. Ivan, 20 jaar hard. In alle waterkens. Dictateur in Nederlanden. Wie zit beter eens? Het geeft jou niet het recht om het even waar te nestelen. Rechten? Rechten neem ik maar. Goed, dan nemen wij het recht om hier te blijven. Waarom ben ik nog niet weg? Maar dat vragen we je ook niet. Daar zou er nog moeten om een keer. Zeg. Wat gaat zeggen, knap jonker? Is dat schapjes van u? Nee, van ons. Je hebt het toch niet zomaar gemocht, zeker? Was jij je nooit? Ja. Hé, hey, zijn ze als ik al niet meer durf te komen. Voet te brengen! Ik kom maar om te zeggen dat te veel is. Ik heb die zot hier laten wonen. Omdat je fijn van me waard. Maar alle charlatans gaan me dan een keer het plezier doen en in een beetje ophoepelen. En dan ben ik erop. Meneer Spork. Bekijk mij eens goed. Herkent u mij niet? Waarom zou ik haar herkennen? Als ik haar niet ken. Ik ben de dochter van uw landheer. De dochter van meneer de Champ? Ja. Het is waar. Ik heb haar hier verleden jaar gezien. Als je hier woord bij haar vader. Klak. Hoe gaat het met hem? Goed. Hij zal het zeker wel niet plezant vinden dat jij hier zomaar zit met 3 mannen. Nee, maar vermoeid dat zijn eigen mee. Ten boer. Ga naar de gendarmen maar nou dat je toch bezig bent. Zullen die eerste zijn die ik op hem weggesloog? Draai er weg in Amerika. Zeg jong, wat de begintjes. Zeg me de kot. Ivan. Wil je dat wij vrienden worden? Ja. Natuurlijk. Schreeuw dan niet zo. Wij zullen hier een tijdje blijven. En bij u ons inkopen doen. U kunt afrekenen met vader.
Zo hoor ik het gaar. Al wat een dier kan, dat is pikken. Om niet te spreken van zo'n strooptochten. Als je betaalt, dan is dat wat anders. Wat een schoft, hé. Trek het er niet op. Je zoekt nog kannetjes voor u. En doe het hert, als het te vinden is. Maar eerlijk gezegd, ik vind het toch vervelend dat je een rake mens kunt zijn. Och, dood er niet op. Alles zijn we sympathiek. We zullen gelukkig zijn als kuningen onder ons gevieren. En stel de gerust. Blijf in mijn kajoot. Ik zal de geliefde niet storen. Huh? Geliefde? Er zijn er toch wel twee, hè? Alhoewel, als papa miljonair is, het hem geen plezier zal doen dat zijn dochter met jullie vandoor is. En nu is het genoeg, hè? We hebben het er niet meer over begrepen. Of ik maak me kwaad, hoor. Oh, je moet je niet zo rap in een gat geveten zijn. Ik zou kunnen vertellen van de wefjes. Maar als ik te veel ben, sorry. Zullen we elders gaan? Hij werkt op een zenuwen, nee. Anarchist. Laten we blijven. Als u de dwaasheden en leugens kende waarin ik moest leven. Hij is tenminste zichzelf. Wel een beetje getikt. Zeg, vind jij het een lieve man? Hij babbelt te veel, maar is wel braaf. Word je het gewoon om elke nacht onder hetzelfde dak te slapen? Wend wel. Ik ga voor de voorraad zorgen. Ik ga met je mee. Kom, jongen. Je mag van de jagerstijd dragen. Ik voel me beroerd in een huis. Een zwerver is een beetje als een schildpad. Hij neemt zijn huis met zich mee. Als hij ter plaatse moet blijven, dan voelt hij zich gevangen. Heb je hem mee? Toen ik Pierre leerde kennen, was hij net als jij. Ver van huis, ver van alles. Ontworteld. Hij zei, als je thuis bent, ook al ben je ongelukkig, dan weet je toch wat de dag van morgen brengen zal. Oh ja. Veel te goed zelfs. Heb je je nooit aan iemand gehecht? Een vrouw? Een huis? Je familie? Ik ben in een woonwagen geboren. Mijn vader en moeder waren rondreizende comedianten. Maar ik had voor geen cent talent. Ik kan alleen mezelf zijn. Pierre is een geboren verteller. Hij is onderwijzer.
Dat is zijn roeping. Maar op een mooie dag hebben ze hem ontslagen omdat hij zich met politiek bemoeide. Hij had pamfletten op de muren van het stadhuis geplakt. Toen heeft hij zijn huis, zijn boeken verkocht. En van de opbrengst hebben we ons de ballon aangeschaft. En we zijn in de wolken gaan wonen. Luisa! Luisa! Het heeft geen zin een bloem aan te bieden aan iemand die tussen de bloemen slaapt. Ik sliep niet. Ik luisterde naar het gezoem van een bij, het gefluit van een merel en een stem die mij riep. Ben je gelukkig? Een roos? Mag ik die wel aannemen? Bloemen zijn onschuldig. En degene die ze geeft? Die zegt het met bloemen. Zie je wel dat er een angel in verscholen zat? Je smaakt zoet. Je bent een geraffineerd vrouwenverleider. Ik moet op mijn hoede voor jou zijn. Enkel voor mij. Ik heb een klavertje 4 gevonden. Ik heb een klavertje 4 gevonden. We mogen allemaal iets wensen. Luisa, Paul, Pierre en Isabel. Je zit hier maar een tandel in te laten. Je zit een vaag. Wat moet je met je eigen zaken? Praat geen onzin. Je neemt me toch niet voor een idioot, zeker? Als je de waaf ziet, dan zie je wat ze van Gusting. Denk je dat ze dat niet zien? Mogen ze bang om een vriend in de weg te lopen, die al zo bronstig stond als ga. Hou je waffel, hè? Niets of niemand kan me ooit tegen Paul opjagen. Oeh, het kan me geen baars schillen. Hm? Het wordt daar nog, je zult er wel in blijven. Spaat dat ik het oud word. Maar dan zou godverdomme nog eens deserteren. Van mijn kippen opgevreten. Hij moet toch eten? Moet ik hem zo te kost geven? Mag dat hij wegkomt? Laat hem los! Het heeft me moeite genoeg gekost om hem te vangen. Geef hem aan mij of Louise zal je daar wapen laten wegjagen. Maar die hond is niet van jou. Jawel, de boer heeft hem gegeven. Ik weet niet of Paul en Pierre een hond willen houden. Als jij het vraagt, willen ze beslist. Maar weet je wel dat je eerst je gezicht moet wassen. En je handjes. En schone kleren moet aandoen. En je haarkammen. Voordat je weggaat. Als ik later groot ben,
wil ik ook zo mooi als jou zijn. Zullen ze dan ook op mij verliefd zijn? Wie? Pierre en Paul. Waar is Pierre naartoe? Naar het dorp voor een verrassing. Waarom heb je hem nodig? Kan ik hem niet vervangen? Ben je niet tevreden over mijn karweitjes? Toch wel. Je schommel was perfect. Ah. En mijn waskwerde? Prima. Zo goed zelfs dat je me nu mag helpen met het opvouwen van de lakens. Wat sta je ver van me af? Heb geduld. Kom zo. Ja, dan ontglip je me weer. Wat weet jij daarvan? Blijf altijd bij elkaar. Niet doen, Paul. Waarom? Waarom hebben we dit gedaan, Paul? Begrijp je dat dan niet? We hebben dat recht niet. Waarom niet? Waarom wij niet? Waarom niet? Zwijg! Zwijg! Gefeliciteerd. We gaan het vieren, hè? Vieren wat? We zijn vandaag 14 dagen bij elkaar. Ja! Wat is er nu weer? Ik kom eens kijken of je nog koppig bent. He? Je hebt niet willen meefeesten, kom tenminste een borreltje drinken. Nee, ik heb besloten alleen te vrijden en ik vrijd alleen. Maar wat hebben we hier gedaan? Dat is mijn zaak. Heb je het laatste niet gelezen? Welk nieuws? Joris is vermoord. Catastroof in het verschiet. En zou zeggen dat je er plezier in vindt. Ik lach me een bult als ik denk aan al die smerlappen die zich ontvaren lotte wonen in plaats van in veld te riskeren om tegen de oorlog te vechten. En dan, er zijn te veel mannen. Ze doen me kotsen. Je bent charmant. Het was een mooi feest, hè? Ja. Wanneer doen we het nog eens? Iedere week. Maar dan mag jij niet zo laat opblijven. Ik ben niet moe. Jij gaat nu lekker slapen, hè? Pierre? Ja? Kom eens. Wat is dat? Louise vindt Paul het knapste. Wie hebben het liefste? Ja, wil je wel eens gauw gaan slapen? Ze heeft Paul gekust. Ja? Trek het je niet aan. Ik zal zorgen dat ze jou ook kust. Weet je zeker dat ze elkaar gekust hebben? Ik heb het gezien. In de stal. Heb je verdriet? Paul is toch je vriend? Ja, ja. Ja, ga nu maar lekker slapen, hè? Jij mag niet spieden.
Pieter niet. Ze hebben me gezien. Wees niet droef. Zal je ook eens. Je zal het zien. Het is dwaas om neergedrukt te zijn. We trekken het ons niet aan. De oorlog is voor de anderen, niet voor ons. Iedereen is ermee gemoeid. En dan te bedenken dat ik weet niet hoeveel doden er zullen vallen om niets. Waardoor wij... Waardoor wij wat? Dat weet je heel goed. Ik bedoel... Paul en jij. Isabel. Wat heeft ze je gezegd? Ze heeft jullie samen gezien. Ja. Is wel goed zo. Nee, het is niet goed zo. Het is slecht. Slecht is alleen het einde van een droom. Ik had gehoopt dat er een oplossing zou zijn. Dat we eindelijk samen zouden leven. Als alle mensen. Eén huis, één plaats. Z'n drieën. Hier. Voorgoed, samen. Dat het zwervensleven voorgoed voorbij zou zijn. Een droom is net een ballon. Hij vliegt weg. Je mag niet weggaan. Ik ga weg. Ver weg van de oorlog. Je bedoelt... ver weg van mij. Jullie gaan geen van beiden. Als gevaar dreigt. Als ze ons hier vinden, vertrekken wij samen. Paul blijft bij jou. Tussen ons mag er niets meer bestaan, Louisa. Zelfs niet. Zeker niet de herinnering aan een geliefde vrouw. Ik kan het je nu wel zeggen. Ik hou van jou sedert. Die eerste avond dat je ons eten bracht. Naakt. Hier een week te kleed. Op dat moment zijn... Paul en ik als gekke verliefd op je geworden. Je begrijpt dat een van ons tweeën moet vertrekken nu. Praat niet zo. Ik heb net zoveel aan de een... als aan de ander gehecht. Blijf bij elkaar. Ik heb maar jullie opgedrongen. En om mij is jullie vriendschap teloor gaan. Ik zou het besterven. Jullie hebben me niet alleen meegenomen omdat je behoefte aan een vrouw had. Maar je bent een vrouw. De vrouw die we lief hebben. Geen vrouw. Niet voor jullie. Dan wil ik geen vrouw meer zijn.
Je kent geen Engels, hè? Nee. Wat zou dat? Er bestaat een gezegde. Wat ons past als een handschoen. Two is a company, three is a crowd. Wat wil dat zeggen? Zoveel als twee mensen zijn samen, drie mensen zijn alleen. Ik begrijp je niet. Kun je lief hebben als je alleen bent? Alleen? En Louisa? Wij dachten ons avontuur voorbij, maar... We staan nu voor de moeilijkste van allen. Een huwelijk met z'n drieën. Begrijp je dat? Een huwelijk. Geen gewoon liefdesavontuurtje, maar een echte liefde. Waar niemand bedriegt en niemand wordt bedrogen. Ja. Als ook Louisa met ons beiden gelukkig wil zijn. Vermits ze van ons beiden houdt. Ze heeft het onszelf gezegd. Wie weet. Misschien toch. Three is a company. Ja. En nu zonder handen. Nijp met je knietjes. Een broodje hebben. Wat een idee. Wat moet jij nu met een broertje? Spelen. Waarom mogen de kindertjes uit het dorp niet met ons spelen? Omdat de mensen dom zijn. Dan wil ik een broertje hebben. Ja, maar een kindje komt zomaar niet. Er moet eerst een papa zijn. Dan lukt het wel. Papa's zijn er genoeg. We hebben er twee. Je hebt gelijk, mijn liefje. Waar komen de kindertjes vandaan? Die groeien in de buik. Zit er eentje? Nee. Alleen als mensen heel erg veel van elkaar houden, dan groeit er eentje. Hou je dan van niemand? Toch wel. Van wie? Van jou. Ik hou ook van jou. En wie nog? Van Pierre. Ik ook. En van wie nog? Van Paul. Je houdt van ze, hè? Ja. Veel. Ik ook. En van wie nog? Dat is alles. Van Max. Gaan we zwemmen? Ja. Samen zingen.
Zullen we? Ja. Happy birthday to you. Happy birthday. Je bent jarig. Happy birthday, Louisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Louisa. Happy birthday to. Oh ja. Nee. Als ze ons nu niet gehoord heeft. Ja. Tegen een bordier op het. Ik wens je vanmiddag veel geluk. Salut en de kost. Wat kan het ons deren?
hebben we hier zo'n angst voor gehad. Elkaar ontvlucht. Waarom heb jij je tussen ons beiden gedrongen? Je had niet het recht. Geef me, Pierre. Als ieder van jullie op een ander ogenblik in mijn leven was verschenen, zou ik jullie alle twee hebben bemind. Zoveel vrouwen kennen twee liefdes. Alleen met z'n drieën is het moeilijker. Er is altijd een getuige bij. Een toeschouwer, die grinnikt om een leugen. Ook al is die leugen slechts een adem of een hand. Iemand die waakt. Die waakt. Opdat elk woord een woord van liefde zal zijn. Nooit kunnen denken, ooit van een monster te kunnen houden, met twee hoofden, vier handen, vier ogen, twee monden. En hoe kan zo'n monster zijn hart verliezen aan maar één enkel neusje en twee oortjes? Maar twee verrukkelijke voetjes. En twee handen. Maar één enkel. Stil. Luister. Horen jullie niets? Oh!
Het is oor nog. Luister maar. Waar is Max? Max! 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 Max is er niet meer. Waar is hij? Hij is dood. We hebben hem begraven. Waar? Waarom hebben ze dat gedaan? Laten we hier vandaan gaan. Is dat oorlog? Louisa, Louisa, lieveling, je bent teruggekomen. Ik had de hoop al opgegeven. Je hebt me... Maar nee, nee, ik wil je geen verwijten maken. Je bent terug. Ik ben u erg dankbaar dat u mijn dochter heeft teruggebracht. Ook u zal ik geen vragen stellen. Ik had mijn meisje verloren, maar nu heb ik haar terug. Ik ben zo bang geweest, juffrouw. Maar nu, ik zou haast kunnen huilen, zo gelukkig ben ik. Zeg tegen het keukenpersoneel dat we met z'n vijven gaan ontbijten en maak de kamer van mijn dochter in orde. Is Amal weg? Hij is soldaat. Uw kamer is klaar, juffrouw. Met de bloemen waar ik van houd. Papa? Ik zou willen vragen of wij in het paviljoen kunnen logeren. Nee, nee. Jullie kunnen over de gastenkamers beschikken. Geen gastenkamers, papa. Je begrijpt ons niet. Ik ben teruggekomen omdat het oorlog is. Omdat ik niet wil dat Paul in dienst gaat. Wij willen niet scheiden van elkaar. Bon appétit. Goed. Lieve, dan haar weer te verliezen, wens ik dat u met haar trouwt. Wij willen niet trouwen, papa. Wat we willen, is samen zijn. Samen leven. Je
Je vergeet Pierre. Maar als jullie gewoon alleen maar vrienden zijn. Papa. Ik hou zoveel van Pierre als van Paul. Zoveel als een vrouw van een man kan houden. Kom in mijn kamer. Ik zou willen weten wie van ons beiden gek is geworden. Kies. Wie van die twee wil je hebben? Kies. Of ik zal voor jou kiezen. Ik kan niet en ik wil niet kiezen. Ik hou van allebei. Hoer. Ze hebben een hoer van je gemaakt. Goed. Wij zullen vertrekken. Louise. Blijf. Ga niet weg. Geef ons een kans. Je zal zien, ik ben gelukkig. Goed aan doen. Je mag zo niet blijven verder leven. Iedereen spreekt kwaad van je. Ben je gekomen om mij dat te vertellen? Of was je nieuwsgierig? Oh nee, mevrouw. Je vader heeft de politie verwittigd. Hij heeft Paul aangeklaagd. Goed dat je hem dat bent komen vertellen, Paulette. We mogen geen tijd verliezen. We moeten onmiddellijk weg. Louisa, ik ben bang voor je. Je zal ongelukkig worden. Ik ben gelukkig, Paulette.
Je kan toch niet van twee mannen houden zoals ik van Julien houd? Je weet niet wat liefde is. Juist omdat ik lief heb, wil ik weer vertrekken. Je zal gestraft worden. Gestraft? Omdat we gelukkig zijn? Mensen zijn bang voor een ander geluk dan het hunne. Maak je geen zorgen, Paulette. Wat er ook gebeurt, ik zal nergens spijt van hebben. Ik zal voor je bidden. Ik zal je nooit vergeten, Paulette. Isabel. We gaan weg. Ja. Ik wil niet weg. We gaan naar een ander land. Nu? Ja. We moeten in de nacht reizen. Je zal de zee zien. De zee? Maar je moet je sterk houden. Het is heel ver. Ze ook allemaal? Ja. Waarvoor? Voor de soldaten. Is dat geen soldaat? Ja, maar die is gewond. Zijn de mensen dan niet bang van hem? Bel mee en zoek een plaats om te overnachten.
Je hoeft niet bang te zijn. Ik zal je niet naaien. Kijk. Ik kan niet eens meer pissen. Ik kan niet eens meer pissen. Gas, 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 yeah.
Thank you.